Hier hebben we twee clips. Hier is een Duitse, dit is de Britse. Die hebben we allebei hier gevonden. Ik ben Stijn, ik ben 14 jaar. Ik ben Dylan, ik ben ook 14. En wij zoeken vaak met een metaaldetector. Nou, we zijn vandaag in Warmel. En we zijn aan het metaaldetecten. Hier heb je alle metalen. Dit is akker, park en zand, witte strand. En nu zoek ik op akkermodus. Muntjes, soms hulzen, motierstaartjes, ontstekertjes. Van alles, echt heel veel. Ja, het kan gevaarlijk zijn, ja. Als het echt misgaat, ja, ontploft die. Ik vind het wel mooier als ik de Tweede Wereldspullen krijg. Er zit ook dan een verhaaltje achter. Toch wel een oorlogsspul. Dat vind ik gewoon mooi en leuk. Daar ligt mijn interesse. Dit is een pinpointer. Daarmee ga je het gat in en dan gaat die piepen als het puntje in de buurt is. Heel leuk. Ja, een of ander pinnetje. Ja, deze hebben we hier achter op het veld gevonden. Staartje met een andere vriend weer. Gingen we gewoon even een half uurtje zoeken en toen hadden we deze. Dit is een ontsteking. We hebben hier drie kapotte hulzen. Via Facebook. Ja, als iemand iets gevonden heeft, zet hij het erop. En als je iets niet weet, vraag je dat. En dan helpen we elkaar allemaal. Doet dit nog? Nee, het is kapot. We hebben hier twee clips, een Duitse en een Britse. En die gaan doen dan zo in het wapen en dan schieten. 5 jaar gewoon ellende hier in Nederland. Ik vind wel dat dat herdacht moet worden. En dan vind ik niet dat we dat zomaar mogen vergeten. Het is gewoon netjes achterlaten.